Goedemorgen! Het is vandaag zaterdag. We zijn met allemaal spulletjes onderweg. We komen net terug van de sportschool. Gisteren had ik al heel veel dingen ingeladen van... En Blondie staat er al. Want vandaag is de verhuisdag! Best wel spannend. Ik ben gisteren vergeten om het wondje van Blondie schoon te maken. Dus we moesten even terug. En dan leg ik gelijk al deze spullen even daar neer. En dan kan mama ondertussen met warm water wondje schoonmaken. Maar warm water. Is daar warm water? Dat vind ik wel heel cool. We zijn over 4 minuten op Chardon. En het is eigenlijk best wel heel erg snel. Het zit hier. Als je dadelijk naar rechts kijkt, dan zit het daar. En dan hebben we even besprekingen. En dan vanmiddag gaan we Ivy ook overzetten. En de rest van de spullen. Want dit is bijna alles, maar nog niet helemaal. Dus ik ben benieuwd. Zo, moeders en ik hebben het erop zitten. Ik vind het weer een hele nieuwe ervaring en weer heel veel nieuwe mensen. Er zijn wel heel weinig mensen. Er zijn maar 19 pensionklanten. Dus het is echt een soort wow, hele nieuwe wereld. Ja, heel gaaf, echt heel gaaf. Nu naar huis toe, even... bijkomen van alle nieuwe indrukken. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen! Ik zie er een beetje uit. Dat komt omdat ik ziek ben. Ik ben heel erg verkouden. Deze kant van mijn neus, nou niet dat het heel erg interessant is, maar deze kant van mijn neus zit helemaal vol. En hier doet mijn kaak ook nog pijn, dus ik ben heel zielig. Maar we zijn onderweg naar stal toe. En dan ga ik Ivy rijden en Blondie logeren. Dat hoort ook bij het leven. Dat is waar. Vandaag is het maandag en we zijn op weg naar stal. Alleen de weg voor stal, die wordt opnieuw geasfalteerd. Dan mag we er wel langs, maar we moeten achter het werkverkeer aan. We zijn nu denk ik al een kwartier bezig voor 300 meter. We zitten achter een of ander werkverkeer op deze baan. Ja. We moeten nu nog 200 meter. Ik ook. We zijn er. Dat is wel fijn. Moeders vindt het wel grappig. Ik vind er niks aan. Ja. De auto zegt inmiddels, omdat we in de volle zon staan, dat het 32 graden is. Dus dat is wel lekker. We hebben de airco aan. Ja. Ik ben ziek. Ik hoop. Twee hoop. Dus misschien kun je nu even het werkwagen laten zien. Kijk. Kunnen we een stukje rijden? Jee. Moeders heeft een jassie attack. Moeders heeft een jassie attack. Ja, Nus. Ja, ik weet wat is dat nou, hè? Even wachten op het logeren. Dat doen we met vetliefde.
auto. De dag is iets anders gelopen dan we hadden gedacht. Want ik had ineens springles. Dat ging heel erg goed. In het begin was het wel weer onwennig. Omdat we natuurlijk daarvoor hadden gekost. 2 keer en 1 keer niet hadden gelest. Dus dat was weer even omschakelen. Maar het laatste rondje ging heel goed. Helaas is die niet gefilmd. Maar we kunnen niet alles hebben. Ik heb Ivy gelogeerd. Dat ging hartstikke goed. Dus het maakt wel een beetje spanning. Omdat het nieuw is en zo. Voor mij ook. Dus dat is ook weer de volgende keer beter. En nu gaan we naar huis toe. En dan zie ik jullie morgen. Vandaag heb ik iets nieuws. Een mensveld training. Geen idee wat het inhoudt. Volgens mij gaan we op een berg heen rennen en zo. En het is donderdag. 9 uur. Goedemorgen. Bron is echt ook goedemorgen. Het was mijn menveld training en ik heb tussendoor wat sprongetjes gemaakt. En het ging eigenlijk het ging heel erg goed. Dus daar ben ik super blij mee. Ja, ik vond het gaaf. Weer een keer iets anders. Ik denk dat ik hier een soort, op de Arkhoevenweg een soort dressuurgekkie gemaakt. En hier word ik een crossgekkie gemaakt. Dus misschien zie je nu binnenkort wel een crosswedstrijd. Of ga ik ineens een grote cross, weet ik veel, allemaal doen. Ik vond het in ieder geval heel erg gaaf. We gaan nu naar de horstort toe, want we mogen een zoutblok ophangen. Dus bij Blondie hadden we nog een zoutblok. Voor Ivy moeten we nog even eentje halen. En ik heb voor mijn laarzen weer een nieuw spul nodig om schoon te maken. En misschien hangt er nog iets van leuke kleding. Dus daarvoor gaan we even kijken. Zoutblokken. Lekker? Ja, als je een klein beetje neemt. Wel, maar als te veel niet. Kijk eens, Blondie. Carrots. Oh, hiervoor gemaakt ook een puistje. Kijk, koud. You can play with that. Yes? Ik heb pony. Daar. Daar, kijk. Mr. Carrot. Ja, right. Ik heb Ivy gelanceerd. Dat hebben we niet gezien. En een paar staat wij gehad. Super fijn dat ze nu weer op de wei kunnen. Heel erg blij mee. Met Ivy lanceren ging ook hartstikke goed. Dat is helemaal top. We zijn nu thuis. Ah, nu als ik hoest, dan doen mijn buikspieren pijn. Want ik heb getraind en dat is niet zo fijn. Dat is een beetje naar. Maar morgen gaan we naar de aquatraining. En dan is het alweer de laatste dag van de week. Goedemorgen. Moeders en ik zijn weer op stal. We hadden wat wegwerkzaamheden. Die staan daar. Nou, dat kan je niet zien. Of wel? Nee, dat zie je niet. Want de vrachtwagen stond stil en die ging niet meer verder. Dus er heeft een tijdje gestaan, politie gebeld. En uiteindelijk
weggegaan, omgedraaid. Via een andere route gegaan. Maar ze staan nu even lekker op de wei. En dan gaan we zo een blondie behandeld. Ja, door wat? Door de fysio.